Nou, ik ben Danibal, een van de weinige mondharpspelers in deze eeuw. En in de tijd van dit schilderij waren daar heel veel mondharpspelers. Het was een heel gebruikelijk volksinstrument. En tegenwoordig moet je heel veel uitleggen over wat dit kleine dingetje doet. Het lijkt op een flessenopener, een soort van beugel met een klokkenveren veertje. En als je hem tegen je klankkast aanhoudt, tegen je mond, tegen je tanden, dan klinkt het veertje door. En door verandering van je mondholte en door ademhaling en het plukken kun je verschillende tonen en ritmes maken. Nou ja, maar uiteindelijk is het maar één toon, namelijk. En dat is ook de reden waarom het tegenwoordig is uitgestorven. Want de mondharmonica heeft eigenlijk de plaats ingenomen van de mondharp als broekzakinstrument. Nou, de mondharp komt over de hele wereld voor. Waarschijnlijk zijn die ooit gemaakt van hout. Dus ik heb hier eentje bij me uit Indonesië. Dus deze zijn uit één stuk gemaakt en het trillende membraan is een beetje uitgesneden met een mesje. Maar dit is waarschijnlijk de oervorm van de mondharp. Maar je hebt ze dus ook in Oostenrijk. Je hebt ze in Siberië, waar het nationale instrument is. En in Azië heb je wat heftigere instrumenten. Zoals deze bijvoorbeeld. Hier nog twee mondharpen die aan elkaar vastgemaakt zijn. Dat is een typische speelwijze uit Oostenrijk. In 2012 is het vastgelegd op de lijst van het immaterieel erfgoed. Het immaterieel werelderfgoed van de UNESCO. Daar zijn de Oostenrijkers ook heel trots op. Uiteraard maak ik niet alleen maar volksmuziek, maar ik probeer de mondharp een beetje naar deze tijd te halen door met live loops te spelen, met improvisatie, knipogen naar technomuziek en popmuziek. Daar kan ik iets van laten horen. Just.